Ik begin steeds meer aan de camera te wennen. Is dat geen goed nieuws? Zeg eens iets leuks. Nee, dat kan niet op zijn banden. Vandaag ga ik werken met een nieuw meisje. Puk heet ze. Puk is heel tof. En ze gaat leuke dingen doen voor Quarter. Eyelinertje. Het is altijd weer de vraag of het lukt, de eyeliner. En dan weet ik eigenlijk niet wat ik op mijn lippen wil. Eigenlijk niks. Het wordt helemaal niks. Zo, ik ben klaar om te gaan. Ik heb een jas aan van Kos. Helemaal zwart en wel even lekker makkelijk. En even een oude liefde weer uit de kast gehaald. Mijn Stella McCartney-tas. Ja, onze kast is gecrashed. Fucking bende hier overal. Dag. Dit gebeurt elke ochtend. Natte hoerzuil. En mijn mandje is eraf. Ik ben zo zielig. Fuck, ik ben mijn oordopjes vergeten. Als ik terug ga, dan hoop ik altijd mijn katjes te betrappen op iets heel stouts of zo. Ja, zie je? Hij is iets stouts aan doen. Oordopjes. Oké, poging 2. Oh, ik ben zo verstrooid. Als een motherfucker. Zo, echt minder schelden ook. Op naar Puk, op naar Hoxton. Hier is Puk. Hi. Nou, dat is wel een volle bak. Puk heeft een quinoa salade. Ja. Oh nee, quinoa. En ik heb de Caesar salad. Zijn klaar met werken? Hoe vond je het? Het was erg leuk. Oké, Jamie. Bijna thuis. Nou, ik begin steeds meer aan de camera te wennen. Is dat geen goed nieuws? Kijk, dit doet alleen altijd. Sleutel in de deur laten. Heet dit. Dit is nog steeds de kast die ik heb gemold. Hoi James. Wie is dat? Hallo. Hey. Ja. Even een ander truitje aan. Dit is Alain. Alain wil de hele dag naar de bios. Ik wil naar The Revenant, ik wil naar The Big Short. En eigenlijk naar alle films. Onze gallery wall. Oké, we gaan even Lenny ophalen. En dit is onze buddy. Buddy love. Hij piept, hij kraakt. Hij heeft geen airco. Maar hij is er wel altijd voor ons. Oké, dashcam. Van niks. Kijk, we gaan naar Jan Bloem. Ik ga dit filmen voor jullie, hoe Jan Bloem is. Hallo. Hallo. Hoe heette die? Leeuwenbek. Dat is mooi, hè? Ja, misschien nog één lelie erbij. Wat je wil, schat. Dankjewel, doeg. Nee. Zo goed? Nou, ik zou het wel weten. Zeg maar, als ik in de studio met iemand zit of samenwerk met een producer of een oud artiest. Lenny is weer thuis. We zijn er. Tiddly. Vandaag bij de post. Een nieuwe officieel met het zusje van Kate Moss.
Little Miss Moss. Dat is mijn halfzusje, toch? Ja, half. Met die wet look. Lukt het, Lenny? Billen. Oh, ze hebben wel uitgepakt. Vet veel pagina's. Hey, kleine kijk. Hey Kai, laat eens je voetenwerk zien. Voetenwerk. Daar komt Lenny. Bros, bivo, hoos. Lenny, wat gaan we vandaag doen? Ja, we gaan een taartje bakken. We gaan een taartje bakken, hè? Voor wie? Voor opa Lenny, voor oma Kello. Het wordt de blauwe bessen kardemomtaart. Die komt uit het boek van Trendy Taarten van Linda Lomelino. Dag, mijn vrije dag. En Lenny en Kai zijn thuis. Alain is thuis en ik ga een taartje pakken. Daar ga ik nu dus even de boodschappen voor doen. Ik heb een heel tof verjaardagscadeau gehad van mijn moeder en mijn vader. Dat is deze Kenwood. Met kei veel suiker, kijk hier. 1, 2, 3, 4. Is de laatste, oké? Ja. 2 deciliter melk. Nu ben je hier. Kleine Kai. Lenny ligt op bed. Alain werkt aan Kai. En dan kan ik eindelijk verder met mijn taartje. Beslag is klaar. We gaan de oven in. En de topping doe ik morgen. Ik heb nog ook iets te lang geklopt. Nou ziet de slagromerig geworden. Slagromerig. De topping is mislukt en gelukkig is Alain zo lief geweest om voor mij nieuwe dingetjes te halen. Nieuwe slagroom en mascarpone. Poging 2. Nu is hij goed. Oh. Why I should never make a change. Lenny, leg eens even stiekem een olietje. Many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oké, gaan we nu de besjes open doen? Zijn lekker, hè? Len? Werkje met deze Gianfito Rossi's. Oké, klaar om naar mijn vaders verjaardag te gaan.
Oeh, taartje op de auto. Komt goed hoor, komt goed. Jasje van de koepels. Tasjes Stella McCartney. Truitje Primark. Oorbellen H&M. Broek H&M. Jas van de koepels. Een, jij ook al joh. Van, waar is deze ook weer van? Scotch en soda. Broek van de koepels. Scotch en soda. Papa, hoe oud ben je ook alweer geworden? 25. 25. Oh, waarom heb ik dit? Eitjes. Oma's fashion. Juist. Ja, gevlogd. Toch oma? Jimmy gaat je vloggen. Kijk die mooie knoop. Bloggen. En de oorbellen. Zijn je moeilijk meer? Ja, en de tas. Oh, Michael Kors. Ik draag helemaal zwart. Een jasje van Supertrash. Jurk van Kos. En de dresscode was a touch of red. Lippen dus. Tot twijfel. Ik ga ze eraf dieven. De lippen zijn er toch af. Ik wacht op Tess en Kamal, want Kamal komt me even ophalen. Dat is wel heel nice. En dan ga ik samen met Tess naar de College Hotel. Heropening. En het schijnt dat het een Jeep om halen is. Dat is dus altijd wel leuk. Ik heb mijn jas al aan. En heel eventjes sneakers. Dus nu zie ik er dus heel raar uit. Alsof ik gewoon een badjas aan heb met alleen maar sneakers. Lijkt ook. Oh, oké. Okay. College Hotel. Is Tess? Ik ben altijd met Tess. Toch Tess? Absoluut. Besties. Besties. En het regent. Kom op, afzet. En ik heb een beetje ruzie met Alain gehad. En dat allemaal op Valentijnsdag. Maar volgens mij komt het wel goed hoor. Kijk eens. Hij is niet zo heel boos. Toiletje. Keyboard. Ja, we gaan eten zoeken en we gaan gewoon fun zoeken. Het is gelukt. Ze hebben het hier eruit gehaald en daar erin gestopt. Maar ik ga nog een keer. Dat jullie weten waar je vanavond tegenaan kijkt. Nee, ik zie bruine mensen. Eén dan. Ja, dan ben ik. Oké. Rustig, rustig. Dus waarom denk ik het leuke van de avond? Nee, dat is niemand. Jullie blijven. Blijf blijven. Zeg eens iets leuks? Nee, dat kan niet op commando. Ik kan niet op commando leuk zijn. Zeg wie je bent. Jan Heemskerk, leuke dingen, stad van vrouwen, stad van mannen. Rol je als geld? Even op de foto. Ik blijf je drukken. Ja. Zo is goed, hè? Ja, dankjewel. Er is juist een ballon. Het regent nog steeds. Wordt het een trap? Ik zeg ja. Oké. Okay. Pak even mijn parapluutje. Maar ik heb geen ruzie meer met Alain, dat is een voordeel. Ik ga nu ook meteen de vlog afsluiten, want meer komt er niet deze week. Ik hoop dat jullie het heel leuk vonden. Het is voor mij nog even wennen. Voor Tess ook. En ik hoop dat ik nog een beetje ga wennen aan de camera, maar het komt vast goed. Tot volgende week. Doeg!